iedereen is elk moment van de dag wel even voetganger. Dus het is belangrijk dat we daar ook voor zorgen dat iedereen zich prettig kan voorbewegen als voetganger in de stad. Leiden krijgt een officieel voetgangersbeleid. Een logische stap vindt mobiliteitswethouder Ashley North. Nou ja, een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe voetgangersbeleid is dat je gewoon lekker moet kunnen lopen door de stad zonder allerlei obstakels tegen te komen. Dat is met name voor ouderen van belang, voor minder valide, maar ja, voor iedereen natuurlijk heel prettig. Dat je niet de hele tijd struikelt over tegels die los liggen of fietsen die in de weg staan. Dus we willen ervoor zorgen dat ja, onze stoepen, onze looproutes zo obstakelvrij mogelijk zijn. In de stad zijn allemaal van die ribbelpaden, speciaal voor blinden en slechtzienden. En nou ja, die moeten natuurlijk ook beter zich kunnen verplaatsen. En daar gaat ook iets aan veranderen. De blinde geleidestroken willen we uitbreiden door het centrum. En een andere maatregel die we treffen om ja, de binnenstad en ook de omgeving daaromheen prettiger te maken voor minder valide, is om bushaltes toegankelijk te maken voor iedereen. Zodat je makkelijk de bus in en uit kan en je daarna weer als voetganger ja, prettig kan voorbewegen. Het plan kwam er op initiatief van de sleutelstadbewoners zelf. Tijdens het maken van de mobiliteitsnota, heel veel insprekers hebben gezegd, joh, je hebt ook een voetgangersbeleid nodig in een stad als Leiden. Leiden is een dichtbevolkte stad, weinig ruimte en daar heb je ook ja, echt beleid voor de voetganger nodig. In 10 stappen worden verschillende aanpassingen in de stad gedaan. Dit heeft onder andere gevolgen voor het voetgangersgebied in het centrum. Ja, we willen het voetgangersgebied gaan vergroten. Dat is een ambitie ook rondom de autoluwe binnenstad. En het voetgangersbeleid sluit daar naadloos op aan. We willen ervoor zorgen dat ja, dat gebied waar je rustig kan winkelen of rustig een kroeg kan bezoeken als voetganger, dat vergroot. Ja, zodat je ongestoord kan wandelen en kan genieten van al het moois dat de stad te bieden heeft. De gemeente die gaat ook slim gebruik maken van verplaatsingsdata. Wat betekent dat? Ja, dat betekent dat we goed in beeld kunnen krijgen ja, waar mensen zich bewegen. Zodat je ook weet welk gebied wil je nou bijvoorbeeld inrichten als voetgangersgebied. En juist in die gebieden wil je alles zo inrichten dat voetgangers nou ja, zich veilig kunnen verplaatsen. En juist in coronatijd hebben we natuurlijk gezien hoe belangrijk het is dat we ook een beetje in beeld hebben waar mensen zich bewegen. Nou, dat soort data helpt ons erbij. En dat maakt het voor ons weer beter om de binnenstad prettig te maken voor voetgangers. En wat we hebben gezegd bij de autoluwe binnenstad is, we doen niet alles in één keer. We doen dat in stappen. Dus wat we nu kunnen doen, doen we nu. Nieuwe Rijn gaat deze zomer permanent omgevormd worden tot voetgangersgebied. Dat geldt ook voor de Steenschuur. Ja, en sommige gebieden zoals de Apothekersdijk of Rapenburg hebben daar iets meer tijd voor nodig. Moet de parkeerdruk eerst iets zakken. En zodra dat het geval is, dan kunnen we daar ook voetgangersgebied maken. En zo werken we stap voor stap met de stad aan een autoluwe binnenstad en aan een nou ja, voetgangersvriendelijke binnenstad. Nou zitten we hier in het Kooipark en het is ook de bedoeling dat de wandelroutes buiten het centrum meer in verbinding komen met de wandelroutes binnen het centrum, het Singelpark bijvoorbeeld. Ja, onze parken zijn natuurlijk onze trots en zeker het Singelpark. Heel leuk ook om te zeggen is dat Leiden vorig jaar de eerste nationale loop award heeft gekregen. Dus de eerste award voor, ja, voor voetgangers eigenlijk, hoe we dat doen. En dat was vanwege het Singelpark, omdat dat zo'n verademing is voor alle voetgangers en wandelaars in onze stad. En wij vinden het belangrijk dat ja, uit alle wijken van Leiden je heel makkelijk naar dat Singelpark toe kan. Dus we gaan het Singelpark toevoegen aan het wandelroutenetwerk. Dan kan je bijvoorbeeld via apps of met loopbordjes kan je precies zien hoe kom ik het snelst in dat Singelpark terecht. Zodat mensen van in het centrum, van buiten het centrum, maar ook mensen uit regiogemeenten ja, zo snel mogelijk kunnen genieten in dat Singelpark. Lopend. Lopend inderdaad, ja. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over de visie. Als het aan de wethouder ligt, zijn voor 2030 alle stappen naar een voetgangersvriendelijke binnenstad gezet.